is een man die zichzelf, zoals zoveel mannen, schromelijk overschat. Als ik iets van hem gedaan wil krijgen, stel ik voor erom te vechten. Ik wilde dat hij het 12,5-jarig huwelijksfeest van mijn broer Richard en mijn schoonzus Fleur organiseerde. Wie was ook alweer de loge? Hé, hey, broertje! Alleen mijn feeststemming? Nee, ik wil het niet hebben. Nee, die oude lullen komen er echt no way in. Niet. Het gaat niet gebeuren. Zeg maar af. Nee. Hé, hey, joh, gaat wel lukken. Komt helemaal goed. De bar. Joep had Richard 10 jaar geleden voor het laatst gezien. Hij vond Richard toen saai en nu nog steeds. Totdat Joep begreep dat de bejaarde vuif wel een paar centen mocht kosten. Laten we maar doen. Oké. Joep gelukkig, mijn broer gelukkig, ik gelukkig. Want ik kon de feestjes die ik 12,5 jaar lang ontlopen had, in 1 keer goedmaken. Rock'n'roll, iets meer van jouw tijd misschien. Ik ben meer een jazz-type. Maar Fleur haat jazz. Ik laat de organisatie dus helemaal aan haar over. Toen ik onze bruiloft organiseerde, toen zijn zelfs de foto's mislukt. Ja. Ze zal hier zo wel zijn. Er is echt een boutiquje onderweg hier naartoe. Hey. Ah. Hi. Het is een historisch moment. Voor mijzelf. Het nageslacht. En de hele mensheid. Ik rook mijn laatste sigaret. Vertel ook nog eventjes waarom je zo graag wil stoppen. Misschien dat je er dan zelf in gaat geloven. Oh, je gelooft niet dat ik het volhoud. Oké. Ik kan niet langer meer stinken naar rook. Hoest als een oude man. Maar de belangrijkste reden, dat ben jij. Ik wil zo lang mogelijk bij je blijven. En ja, ik moet mijn sperma in goede conditie brengen voor als jij die 8 kinderen met mij wil. Nou, blijf dan maar lekker roken. Nou. Gaat ie dan. Eentje. Dat was het dan. Laat eens kijken. Ik rook mijn laatste sigaret. Vertel ook nog eventjes waarom je zo graag wil stoppen. Misschien dat je er dan zelf... Heb je niet stilgehouden? Oh, je gelooft niet dat ik het volhoud. Ik werd moe in mijn arm. Ja, maar hier doe je het weer. Het staat er toch op? Weet je wat? We doen het gewoon nog een keer. Jezus. Je hebt hem gekocht. Ja, dankzij jouw broertje hoef ik me niet meer in te houden. Wat een geile bak, Joep. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Holy shit. Hey, die mag ik weer inrijden, toch? Is dat me goed? Heel goed. Maar van 2 vrouwen kan die een beetje oververhit raken. Nee, die Joep. Hey, Fleur. Hey. Wat een fantastische dag, vind je? Een dag waarop alle donderwolken het afleggen tegen jouw stralende glimlach. Wat poëtisch.
Hey, die Pim. Hi. Hey. Hey. Oké. Wat ga je doen? Werken. En met een vrouw als Fleur konden dat nog wel eens overuren worden. Mazzel. Hey, liefje. Nou, weer lekker vroeg. Heb je gerookt? Nee, hoor. Nee, schat je echt niet. Maar ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. Ik denk alleen nog maar aan sigaretten. Hoe moet ik mijn aandacht erbij houden? Ik kan zo niet meer werken. En ook al op straat. Ik zie alleen nog maar mensen die roken. Zo lekker. Pleisters. Kauwgom. Biertje, wijntje. Schatje, als ik ga drinken, dan heb ik helemaal zin in een sigaret. Het is gewoon hopeloos. Het is zo chagrijnig. Oké. Dan zit er nog maar één ding op. Zodra jij zin hebt in een sigaret, dan denk je aan het leukste dat er bestaat. Voetbal. Seks met mij. Waar en wanneer je me nodig hebt, ik ben er, oké? Best in een sigaret. Dan gaan we nu naar huis. Ik ben de postbode. Ja. Ik weet niet of ik jou dit kan vragen. En nou, als je het stom vindt, dan moet je het zeggen. Maar ja? Mijn moeder heeft een aanrijding gehad en ligt in het ziekenhuis. Ach. En nou is ook nog de sleutel in mijn voordeurslot afgebroken. Ja. Wat ik bedoel dus, kun jij ook sloten repareren? Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Ik stop er gewoon een nieuwe cilinder in en dan... Oh, dat is heel fijn. Ja. Ik woon hier om de hoek op de Weesperzijde 19. Oké. Hey, en wanneer kom je dan terug? Vanavond, om 21:00. Oké. Is goed. Ja. Hey, en waar zal ik dan de nieuwe sleutel... Leg die onder de deurmat. Ja, oké. Alright. Oh, en wellicht dat je deze nog... Doe maar eens later. Oké. Ja. Heel erg bedankt. Ja, oké. Dag. Dag, hè. Sterkte met je moeder. Ja, bedankt. Oké, 1. Omdat jij het soort man bent waar een vrouw die 12,5 jaar is getrouwd smachtend op ligt te wachten. 2. Omdat haar ingedutte hormoontjes echt krijsen om bevrediging. En 3. Omdat ze bloedgeil is. Er is niks gebeurd. En vind je dat erg? Nee. Eerlijk? Joep, Richard is mijn broer. Ik heb het zelf al vaak genoeg verklopen in mijn familie en daar heb ik jouw hulp niet bij nodig. Tik eens een keertje na met je hersens. Dat mannen niet alleen met hun hersens denken, is bekend. Maar Joep is een klasse apart. Dat, was het? De penis is een zelfdenkend wezen. Hij leidt een eigen bestaan. Hè? Staat altijd 5 minuten eerder op dan ik. Doet hij zijn oefeningetjes. En wat wou je daarmee zeggen? Nou, dat je beter met hem kan praten dan met mij. Hij heet Woody. Woody? Wacht even, je noemt hem Woody? Ja. Jij geen naam voor je alter ego. Nee. Ja, dat is op zich wel makkelijk, hè, als je hem kwijt bent. Precies. Hey, Woody. En dat overkomt Joep natuurlijk wel regelmatig, hè. In welke vrouw heb ik hem deze keer ook alweer gestoken? Woody zou Fleur binnenkort ongetwijfeld ontmoeten en dan zou zijn baasje hem niet meer kunnen terugfluiten. Hey, Joep. Kun je ergens aanleggen? Joep,
Jij bent gewoon verslaafd aan seks. Wat een onzin. Oké. Je hebt een chronische behoefte aan seks. Dat zie jij helemaal verkeerd, Pim. Ik doe waarvoor ik op de wereld ben. Oh, en dat is? Neuken. Nee, niet neuken. Vrouwen gelukkig maken. Oh. Oké, klein stukje, Joep. Hé, hey, Martijn, wat ga je nou eigenlijk doen? Ik wil sigaretten kopen. Ik ben zo terug. Zie je wat ik niet volhoud? Loos. Wouter kon alleen maar aan zijn postmeisje denken. Hey, jij gaat toch nog wel even snuffelen? Kijken wat voor een BH'tjes heeft. Slipjes, BH'tjes, vibrators. Hé, luister eens. Ik ga enkel en alleen haar voordeur slot repareren. Meisjeskamer. Ah, het mooiste dat er is. Kleren, foto's. Parfum, dagboeken. Komt alle geheimen te weten. Ik zweer het je, dan kan je gebruiken om het lieve meisje in bed te krijgen. Luister, ik ben niet zo. Geef mij die sleutel. Gaan Woody en ik even op onderzoek uit. Oké, jongens, we kunnen. Zo. Ja, pak je op. Het feest van Richard en Fleur kwam dichterbij. Het werd dus tijd dat Joep zijn Woody ging trainen in gehoorzaamheid. Hij kon wel een lesje zelfbeheersing gebruiken. Eventjes die batterijen eruit. Met niks anders dan een zak met bordjes. Jezus man, je lijkt wel een oud wijf. Moet ik een rollator voor je gaan halen? Ja, kan ik wat doen? Kom op. Oh. Hey, wat heb je eigenlijk op je werk gezegd? Dat ik naar de dokter moest. Dat is een goeie. Ja. Hey, ik heb een tijd voor één sigaretje. Nee, 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 dat meen je niet. Ja. Want iedere keer dat hij wil roken, dan moet jij... Ja. Je moet hem aangeven bij de politie. Wegens mishandeling. Oh, schat, ik heb deze therapie zelf bedacht. Stop hem met roken, bel Nicky. Schat, die therapie is zo oud als de mensheid. Die heet prostitutie. Hm. Nou. Twee van die laarzen. Lekker hoerig, hè? Ik vind je zo smerig. Hoeveel sigaretten rookte hij dan per dag? Een pakje. Dat zijn 20 sigaretten. Mm-hmm. Nicky, als ik naar je kijk, ik zie seks, ik ruik seks, ik hoor seks. Ik wil er helemaal niet aan denken. Kom, we gaan kleren kopen, schoenen passen en appeltijd eten. Wat? Oh. Ja. Nee. Nicky, nee. Ellie was vastbesloten Nicky te redden uit de hel van losbandige seks. Wouter zat op de drempel van... Het paradijs.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te più del pianto. Questo sole accende. Wouter kon zichzelf al voor zijn kop slaan. En Joep bracht mijn lessen zelfbeheersing in de praktijk. Heb jij misschien punaises? Punaises? Punaises, ja. Oh. Om die slingers op te hangen. Hé. Hey. Punaises? Ja. Slingers en ballonnen. Voor de gezelligheid. Leuk. Kijk, ik wil die slingers in de vorm van een hart ophangen. Mooi. Zullen we het even samen doen? Ja, is goed. En oh, die ladder die is er nog niet, dus we kunnen nu niet echt veel doen, hè? Oh, nou, dan moeten wij even pauze houden. Ja, is goed. Wil je drinken? Ja, lekker. Ja. IJstie graag. God, ik ben opeens zo moe. Echt waar? Ja. Ga lekker even zitten. Ja. Ik zal dan even die IJstie voor me nemen. En ik kom brengen. Ik had niet de illusie dat mijn cursus lichaamscontrole heel veel indruk op Joep had gemaakt. Maar deze stilte was bijna onheilspellend. En een iced tea. Hi, dankjewel. Zeg, wij moeten die catering nog even doornemen. Trouw je me niet? Ik heb graag alles onder controle. Nou, ik heb hier nog wat flessen staan. Daar staan nog 20 dozen. Nou, laten we 20 dozen, maar ik weet het nou wel. Nou, niet zoveel getallen, hè? Nee. Nee, ik ben echt goed geweest in de wiskunde. Nee. Ik vond het andere vakken veel leuker. Ho. Nee. Volgens mij moeten we dit maar niet doen. Sorry. Ik was ontroerd door de toewijding van Joep. Vanwege onze vriendschap liet hij zich niet door mijn schoonzus pijpen. Hey, Pim. Alles goed? Hey, Fleur. Hi. Ik zoek mijn contactlens. Moet ik even helpen? Nou, nee hoor. Het feest was leuk en overzichtelijk. Richard en Fleur waren het stralende middelpunt. En mijn moeder gaf hetzelfde cadeau als 12,5 jaar geleden. Nou,
hartstikke handig hoor, de keukencombo. Heel druk. Heel druk. Joep deed precies wat hij moest doen. Niets. Andere probeerden te doen alsof ze niets deden. Hey. Jongens vinden niks aan, allemaal saaie mannen. Ah nee, jullie hebben nou niet weer gerookt. Ja, geen feest zonder een sigaretje. Nee, geen feest zonder een sigaretje, hè? Nee, dank je. Ik heb er net een uitgemaakt. Ik dacht dat je gestopt was. Ja, dat dacht ik. Ja. Ik heb misschien een vuurtje voor. Feest. Mijn broer was zowaar aangeschoten en wilde nog meer ruimte op de dansvloer. Het is een geweldig feest, lief zusje. Dank je wel. Ik moet Joep bedanken. Weet je eigenlijk waar die is? Geen idee, maar help even deze cadeaus recht te zetten. Ja. Godverdomme. Het is geen goede plek. Dus gaat het? Ja, natuurlijk. Hé, bedankt. Mijn slot doet het weer perfect. Dankjewel. Oké. Je moet me maar zeggen wat het kost. Nou, nee, dat hoeft niet, want ik had nog ergens een oude cilinder liggen, dus... Oh, geef jij vaker sloten weg aan meisjes? Dat is een grapje. Oh, ja. Heel erg bedankt. Ja, nee, ja. Wel handig, zo'n klusjesman in de buurt. Ja. Daar ga ik vaker misbruik van maken. Nou, ga je gang. Post! Ach, alsjeblieft. Ja, dankjewel hè. Ik had wel vandaag twee klusjesmannen. Die kwamen mijn wasmachine ophalen, want die is al heel lang kapot. En dan had ik twee mannetjes gevraagd of die hem op wilden komen halen. En toen hebben ze hem helemaal bekeken en gaven ze me er 100 euro voor. Nou. Zo. Is dat stom of niet? Ja, dat is onverwachts. Dat was zo grappig. Ja, nou, tot morgen hè. Oké, dag. Ja. Doei. Dag. Werk ze. Ja, bedankt. Wim, niet doen alsjeblieft. Ik smeek je. Doe het niet. Nee, je mag... Nee! Wim! Trut! De rukkarousel. Alle mannen hebben er een. Vertel. Oh, lieve jongens, dat je goed ziet. Wij samen in dit. Ja, bijvoorbeeld. Fantaseren is voor kinderen. Denk!